Wil jij jezelf als zakelijke professional onderscheiden op LinkedIn? Denk je erover om een video-cv te maken om op een originele manier te solliciteren naar die ideale baan? Of misschien ben je ondernemer en wil je de juiste klanten aantrekken? Nou, dan is video het middel om te omarmen. En LinkedIn maakt het ons nu nog gemakkelijker met de nieuwe videofunctionaliteit die het zakelijke netwerk onlangs heeft uitgerold. En in deze video laat ik je zien hoe het toevoegen van video via de LinkedIn-app werkt. Dus blijf kijken. Voorheen was het alleen mogelijk om een YouTube-video of een Vimeo-video toe te voegen aan je LinkedIn-profiel of in je tijdlijn. Maar je kunt nu dus ook video's delen via de mobiele app van LinkedIn. En het werkt super simpel en dat zal ik je laten zien. Open de LinkedIn-app op je smartphone en klik bovenin de app op het camera-icoon. En je ziet nu een nieuw scherm verschijnen. En je kunt hier dus een vooraf opgenomen video uit je camerarol selecteren. Maar je kunt ook een verse video opnemen in de LinkedIn-app zelf. En in dit voorbeeld ga ik je laten zien hoe je een video in de app zelf maakt. Dus ik klik hier op video. En wat goed is om te weten is dat je tijdens het opnemen van je video niet kan switchen tussen de FaceTime-camera en de camera aan de achterkant van je smartphone. Dus ik ga hier even switchen. Hallo, daar ben ik. Klik op de playbutton om je video-opname te starten. En dan vertel je dus wat je wilt delen. Nou, dat moet ik dan dus even verzinnen. Oké, nou, dan zie je al gelijk dat het eerste beeld van de video niet het meest gunstige beeld is. En dat is ook gelijk een nadeel, dat je dus niet een aangepaste thumbnail kunt plaatsen. Kunt kiezen bij het uploaden van je video. Je kan hier teruggaan om het te verwijderen of op te slaan. Nou, ik ben tevreden. Video is opgeslagen. Ik zou dus nu ook weer een nieuwe kunnen maken. Nou, klik hier op de playbutton om de video te bekijken. Nou, als je tevreden bent over je video, dan klik je op volgende om in dit scherm te komen. En hier kun je gewoon een video of een beschrijving toevoegen, zoals je bij een gewone update ook doet. Je kunt mensen taggen en hashtags toevoegen. En je kunt hier via het tandwieltje nog aangeven met wie je de video wilt delen. En als je tevreden bent je hebt je beschrijving toegevoegd, dan kun je ervoor kiezen om je video te plaatsen. Dus zo werkt het. Nou, zo simpel is het dus. Ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Abonneer je op mijn YouTube kanaal voor mijn videotips over verdienen met video. Of schrijf je in voor meer gratis tips over verdienen met video via mijn website www.verdienenmetvideo.nl.